Leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Nou, het is inmiddels al 12 uur, of bijna 1 uur. Bijna 1 uur is het al. En ik ga zo weer slapen. Ik ben echt helemaal op moe. Maar ik ga de dinsdag even doornemen met jullie. Nou, vandaag weer gewerkt. Het is nog steeds bloedje heet. En ik hoorde vandaag ook dat, ze hadden van de week al aangegeven dat volgende week de 40 graden zou worden aangetikt. Maar dat blijkt dus helemaal niet te kloppen. Blijkt helemaal niet waar te zijn. Een fabeltje. En ik ben eigenlijk maar blij ook. Want 40 graden, dat is gewoon echt niet vol te houden. Het is nou al bijna amper vol te houden. Om de hele dag in de hitte te staan. En ik ben eigenlijk wel blij dat die 40 graden een fabeltje is. Oh god, er komt er weer eentje bij me hoor. Drippie. Ach jee. Wat is er allemaal? Oh god. Drippie is er weer. Dus vandaag. Nou, ik ben. Het is bijna 1 uur. Dus ik ben echt kapot. Ik ben de laatste 2 dagen ben ik echt helemaal gebroken. Ja, als je de hele dag in de hitte staat, dan wil dat wel. Nou, voor de rest zijn er niet echt veel meegemaakt. Alleen dat, toch wel weer jammer eigenlijk. Het wekelijkse zeikmomentje is weer begonnen. En bij mij in de straat, het is weer zover. Maar die mensen hebben altijd een periode. Dat je ze na een lange tijd van gezien te hebben weer even gas terug moet nemen. Omdat men het ontzettend leuk vindt om anderen af te zeiken. Dat is altijd hier in de straat altijd. Ik word er schuitziek van. Ja, ze vinden het eigenlijk zo stoer. En dan met een grote groep mensen dan. Dan willen ze het eigenlijk profileren. Van kijk mij eens stoer zijn, kijk mij eens grappig zijn. Nou, zo stoer ben je niet. En ik hoop dat ze dit kijken. En als ze dit niet kijken, hebben ze pech gehad. Maar ik weet wel zeker dat ze dit kijken. Want ze kijken al mijn video's alleen maar om te lachen, te dollen. Maar de meeste die, degene die het meeste lacht ben ik. Want ik heb gewoon nu al ruim 300 abonnees. En dan moeten hun normaal eens een keertje presteren. Om zo hoog te komen. Het is ook een beetje afgunst, hè. Het is een beetje jaloezie, een beetje afgunst. Verder, zelf hebben ze niks in hun zielige leventje. En dan gaan ze anderen maar afzeiken en afkraken. Omdat hun leventje ook niet helemaal perfect is. Dus dat is eigenlijk wel, eigenlijk wel triest. Maar goed, die dingen horen er ook bij. Ik zat eigenlijk eerst te denken van ja, zal ik het wel posten, maar ik zeg het gewoon. Ik denk het niet. Want zelf zijn ze ook meestal te dom om na te denken. Ze vinden een ander dom, maar zelf zijn ze eigenlijk nog het stomst eigenlijk. Want zelf kunnen ze gewoon niet nadenken. Dus vandaar. Nou, ik ben al langzaam aan het aftellen naar het leuke weekend. En na aanstaande donderdag, want dan gaat eigenlijk het leuke weekend al beginnen. Nou ja, vrijdag moet ik dan nog wel werken, maar eigenlijk vanaf donderdag komen de leuke vlogs. Ga ik beginnen met het opnemen van de leuke vlogs. Jullie hebben het schema gezien. Donderdag ga ik erheen, maar dan zal natuurlijk niet gelijk de vlog online zijn. Die zal een paar dagen later zijn. En dat heeft alles te maken met de drukte. Zaterdag bijvoorbeeld ga ik naar de Efteling toe. En dan ben ik laat thuis en dan moet ik eigenlijk die video nog helemaal in elkaar zetten. Maar daar heb ik niet zoveel tijd voor, want ik ga natuurlijk zondag. Moet ik alweer vroeg op om naar de Tilburgse kermis te gaan. Dus zaterdag zal ik niet de tijd hebben om de video al in elkaar te kunnen zetten.
Dus ja, ik heb al even het hele schema heb ik even omgegooid. En in ieder geval komt de vlog eraan. In ieder geval het zal even een paar dagen langer duren. Ik heb even het hele schema omgegooid. Jullie hebben de twee uitlegvideo's gezien. En ja, we gaan het wel zien. We gaan het wel meemaken. Maar jullie gaan in ieder geval die vlogs wel te zien krijgen. Alleen op een, ja, een later tijdstip, een paar dagen later. Dus ja. Dit zijn nou allemaal dribbel. Dribbel op de hele tijd te purren. Hij mouwt niet, hij purt. Wat is er nou? Nee, hoe gaat hij lopen purren? Prup, zegt hij dan. Wat is er dan? Hé, hey, drippie. Ja, wees graag op de video. Nou, dat kan hoor. Nee, dan moet je wel, moet je wel hier blijven. Want dan kan ik je, moet je de hele tijd gaan draaien. Nou, Mickey Mouse. Ja. Oh nee, die Mickey Mouse, dat is die andere. Hè? Dat is die zwart-witte. Die, ik zeg altijd tegen Bokito, zeg ik altijd Mickey Mouse, omdat die zwart-wit is. Ja, maar die zit, die heeft de laatste tijd ook zo'n plekje gevonden. Die zit tegenwoordig, hier zit hij tegenwoordig. Die vindt het heerlijk om op de afzuigkop te gaan zitten. Waarom weet ik niet. Wat is er, Bokitootje, hè? Hey, Bokito. Waarom ga je nou altijd op de motorkap zitten, wou ik zeggen? Op de afzuigkap zitten. Hey, hallo, Poezeman. Ja, het ook waarom. Ja, voor de beesten is het ook niet altijd even fijn om in die hitte te gaan. Ja, dat het zo warm is de laatste dagen. Ik heb in ieder geval wel flink de raam open en de deur open. Om het een beetje door te luchten. En ik heb dan die ventilator heb ik van de week even wezen halen bij mijn moeder. Om het toch nog een beetje, om het toch nog een beetje warm of een beetje koel te krijgen in deze hitte. Nou, ik ga morgen even aan Ramon vragen hoe het zit, wie er nou allemaal meegaat. Dan krijgen we de donker in. Maar zoals het er nu uitziet, zijn Ramon en ik maar met z'n tweeën bij de open dag. En ik heb al een heleboel mensen gehoord die, ja, die niet kunnen, omdat, omdat ze moeten werken en zo. Ik ben benieuwd hoe, hoe het dan donderdag is in de Kuip. Want ja, het is weer een doordeweekse dag. En ja, als het op een zaterdag of op een zondag zou zijn, dan weet ik wel zeker dat de Kuip alweer helemaal vol zit. Maar ja, het is weer op een doordeweekse dag. En ik ben benieuwd of dat iedereen, of dat er wel heel veel mensen zijn. Want ja, niet iedereen kan. En je hebt ja, de laatste training van Feyenoord, dat was op een maandag volgens mij. Nou, toen was de hele Kuip was uitgestorven en helemaal, ja, helemaal leeg. Nou, normaal de eerste training van Feyenoord is altijd ook helemaal afgeladen. Dus ja, ik weet niet wat Feyenoord de laatste tijd heeft aan, aan dagen inplannen voor een eerste training en voor een open dag. Want het lijkt wel of dat Feyenoord supportertjes wil pesten of zo op de een of andere manier. Want ze weten dat er een hele hoop mensen komen. En dan gaan ze expres gaan ze het doen op, van die, ja, op van die hele rare dagen door de weeks. Niet iedereen kan. Niet iedereen krijgt vrij. Ik heb toevallig een makkelijke baas. En ik kan dan wel redelijk makkelijk vrij krijgen. Maar er zijn ook mensen die werken bij een bedrijf. En ja, die hebben het gewoon niet makkelijk. En die krijgen geen makkelijk vrij. En die zitten mooi dat ze niet kunnen. Dus ik weet niet wat de laatste tijd eigenlijk met Feyenoord aan de hand is. Maar ik vind dat Feyenoord de laatste tijd raar bezig is qua ja, qua dagen en zo. Dus, maar ja,
helaas. We gaan het donderdag wel zien hoe druk het wordt. En dan zaterdag de Efteling en dan zondag lekker naar de Tilburgse kermis. Ik heb echt voor alle drie de dingen heb ik echt ik heb er ontzettend veel zin in. Wordt echt een heel leuk weekend. Ja, en ik zou zeggen, ja, jullie moeten zeker weten het kanaal in de gaten houden. Want het wordt echt, worden echt wel weer leuke vlogs. Want ik ga natuurlijk bij alle drie de dingen ga ik vloggen. Ik ga denk ik morgen alvast beginnen met batterijen alvast een beetje opladen. Want ja, ik moet eigenlijk alle drie de batterijpacks moet ik eigenlijk weer helemaal opladen voor, ja, voor het grote gebeuren. Ik heb gelukkig alles weer teruggevonden. Ik heb hier twee batterijpacks. Ik was al twee keer was ik alle batterijpack kwijt. Maar tot nu toe heb ik ze alweer teruggevonden. Kijk, ik heb twee batterijpacks heb ik. Die neem ik mee. Dat zijn er twee. En ik heb dan nog een extra kaartje. Die was ik twee keer ook kwijt. Heb ik ook weer gevonden. En wat ik ook kwijt was, is deze. Ik ben altijd alles kwijt, maar... En ja, de tassie. En tassie is makkelijk omdat ik daar heel makkelijk extra SD-kaartjes, de extra batterijen in de voorkant, dat ik die op kan bergen. Dus dan ben ik niet zo snel alles kwijt. Want ik was even een paar dagen, was ik even de tassie kwijt. En ja, daar baalde ik wel van. Want ik had elke keer... moest ik die batterijen en dat kaartje los in mijn tas duwen, in mijn rugzak. En dan ja, was ik bang dat ik het kwijt was. Nou, ik ga in ieder geval ga ik hem weer even neerleggen. Dit was even weer snel even een updateje. Morgen ga ik weer een nieuwe vlog opnemen. En die krijgen jullie dan weer morgen te zien. Maar ja, op een later tijdstip. Voor mij is het inmiddels woensdag 1 uur. In de nacht. Dus ja, dan weten jullie wel hoe ver ik voorloop op de vlogs allemaal. Nou, in ieder geval jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op It's Ultrex. 323 abonnees al. Als ik het goed heb, toch? 323 abonnees waren het er al. Het gaat echt hard, jongens. 323, even kijken hoor, huppakee. Even kijken, wat waren het er ook weer? 323 zei ik, hè? Nee, 346 al, Marco, je zit er weer helemaal naast. 346 abonnees. Ja, het gaat echt, het gaat hard nou jongens, weer met de abonnees. Echt iedereen, ja... In ieder geval, iedereen hartelijk bedankt daarvoor. Want ja jongens, het gaat echt hard weer. 346. We gaan alweer langzaam richting 400 abonnees. Dus dat is wel ontzettend geweldig. Ja, dat ben ik ook helemaal op mijn apropos. In ieder geval, abonneer natuurlijk. Oh ja, dat had ik gezegd al. Ja, druk ook op het belletje, want dan worden jullie op de hoogte gehouden. En dan ja, moet je even alle notificaties even aandrukken. Ja, moet je even alle notificaties even aandrukken als je geabonneerd bent. Blop. Kijk, ik zal het even laten zien. Dan ga ik even gewoon naar iets Ultrex Team Park. Kijk, tegenwoordig krijg je dus dit te zien. En dan moet je dus dit aanvinken. Stuur me alle meldingen voor dit kanaal. Dat is weer nieuw op YouTube. Je kan tegenwoordig kan je ook andere dingen instellen of zo. Hoe dat moet, weet ik allemaal niet. Maar je moet dus even dat ding moet je even aanvinken. Bij stuur me alle meldingen voor dit kanaal. Ja, het kan ik alleen nog maar zeggen. De groetjes van deze kant. En ik ga toch eens eventjes... Drippie even zo even pakken om te vragen wat er nou precies aan de hand is. Want daar zitten maar de hele te peuren. Heb je honger? Nee, eten heb je nog? Nou, ik weet het niet. Hij is, denk ik, last van de hitte of zo. Groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Paf.